Daar zijn we weer. Kameraden, de hoeveelste keer zijn jullie samen iets doen? Derde keer voor film. Cowboys, Jan de Lichten en dit. Ah, nou, het was wel zo'n stad. Een keer twee junkies gespeeld die met djembe's. Juist, ja. Hoe fijn is dat? Wat een cadeau is dat om je beste vriend te mogen spelen? Het is wel een pluspunt dat je elkaar kent. Dat er veel vertrouwen is, dat je minder angstig bent om je kwetsbaar op te stellen bij elkaar. Want het is heftig. Het is een vrij stevige film, ja. Het basismateriaal was natuurlijk al heel heftig. En zeker wanneer dat in beelden wordt vertaald. Toen we gevraagd werden voor de film was het scenario nog niet klaar. En dus hebben wij uit nieuwsgierigheid en gretigheid het boek gelezen. Ik heb het wel maar één keer gelezen, omdat ik dan denk, ah ja, ik wil liever wachten tot er een scenario komt. Want wat gaat Tim met die een boek doen? En dat je vanuit dat scenario kijkt. En achteraf heb ik nog wel eens bepaalde passages teruggelezen. Maar toch, het moet daarin staan. Het scenario is de scènes die je daar krijgt, die optelsom maakt waar je personage voor staat. Want in een boek is natuurlijk veel meer. Er zijn sommige karakters, denk ik, wat samengevoegd of karaktereigenschappen van sommige personages overgeheveld naar andere. In de film is ervoor gekozen om op minuut 3 volgens mij iets te laten voorvallen wat echt alles in gang zet en voortstuurt, waardoor er is geen moment tijd meer om na te denken of stil te staan bij de dingen. Dus de film is veel meer dan het boek, een echt een thriller geworden, een spannende bioscoopfilm. Het boek had iets heel erg bevreemdends ofzo, wat ik een enorme kwaliteit vond van het boek. Maar ik snap heel goed bij het maken van een cinemafilm dat het misschien wel een interessantere keuze is om publiek heel erg bij hun kraag mee te sleuren in een enorme wervelwind van emoties en intrigen en tijdsdruk enzovoort. Maar dat je mensen ziet die eigenlijk bijna op elk moment van de film een totale ommeslag zou kunnen maken of zo. Dat houdt het natuurlijk ook enorm spannend. Komen jullie personages dan dichtbij wie jullie zouden zijn? Goh, Lode, dat is heel duidelijk dat hij vanaf het begin van de oorlog die oorlog eigenlijk niet aan kan. Hij kiest voor de kant van de Joden. Hij is slechts gaan met de Witte Brigade. Maar hij heeft een dun vel en hij overleeft de oorlog niet lang. Ik denk dat ik naar mezelf kijk, dat ik groter optimisme heb. Of dat ik denk dat ik dat met de nodige humor misschien. Je kunt daar niet over spreken, want het is per definitie onmogelijk. Ik heb dat niet meegemaakt, dus ik weet dat niet. Maar ik weet wel dat ik de dag van vandaag situaties die gruwelijk zijn, counter met mijn lichtheid. Mijn optimisme zou hopelijk, denk ik, mij niet in de steek laten. Maar ik kan dat ook niet zeggen. Ja, ik sluit me natuurlijk helemaal aan bij het feit dat ik er eigenlijk ook geen nuttige uitspraken over kan doen, omdat ik de situatie niet ken en omdat ik denk dat de film net daarover gaat. En dat is alleszins wat ik er heel mooi aan vind. Dat je het echt niet kunt weten tot het zover is. Maar natuurlijk, mijn personage maakt heel heftige keuzes. Hij doet dat heel vaak om zichzelf, maar vooral zijn geliefde te sparen. Of te denken dat hij ze op die manier zal sparen. De eerste bekommernis is lijfsbehoud, denk ik, van jezelf en je geliefde. Iedereen hoopt natuurlijk dat hij een soort van heldhaftig of moreel proper of mooi zou reageren in dat soort van momenten. Maar ik durf er mijn hand niet op verwedden. Maar daarnaast gaat het natuurlijk heel erg, zowel in de film als in het boek, over jonge mensen die heel beïnvloedbaar zijn. En die door hun kwetsbaarheid en door hun jeugdigheid, denk ik, of mede daardoor, heel open zijn voor allerlei verschillende invloeden. Soms ook bedenkelijke invloeden. En dat is natuurlijk iets wat heel gemakkelijk toepasbaar is op vandaag, denk ik.